Drenthe is de provincie van heide, veen en bossen. En van de hunebedden, de reusachtige graven van de oudste bewoners van ons land. In de omgeving van Emmen vinden we er vele. Voor Emmen, ook wel de parel van de Hondsrug genoemd, was vroeger de turfindustrie een der voornaamste bronnen van bestaan. Nog is er tegenwoordig een fabriek van turfstrooisel, maar de winning van turf heeft belangrijk aan betekenis ingeboet. In de laatste tijd hebben zich vele nieuwe industrieën in Emmen gevestigd. Daaronder een metaalfabriek, een kunstzijdefabriek, een confectieindustrie. De nieuwe bedrijven trokken steeds meer werkkrachten, zodat de bevolking van deze vroegere veenkolonie gestadig groeide. Thans wonen er 55.000 mensen, meer dan tweemaal zoveel als in de hoofdstad Assen. De onderwijsmogelijkheden moesten vergroot en verbeterd worden. Het bestaande gemeentelyceum werd te klein en dit moderne schoolgebouw, het nieuwe lyceum, kwam ervoor in de plaats. Het is ontworpen door architect Dijkstra en in 1 jaar tijd gereed gekomen. Het nieuwe lyceum werd deze dagen officieel geopend door de commissaris van de koningin in de provincie Drenthe, baron de Vos van Steenwijk. Deze grote dag voor het middelbaar onderwijs van Emmen werd besloten met een minder officiële fakkeloptocht, waarin leraren en leerlingen broederlijk vereend naar hun nieuwe schoolgebouw optrokken.